Pioniersplekken bezoekt locaties in Rotterdam waar de nieuwe economie zichtbaar wordt. We brengen een bezoek aan de voormalig RET-remise Sluisjesdijk in Rotterdam-Zuid. En inmiddels proberen we er een hele nieuwe betekenis aan te geven door een plek te maken waar ondernemers hier uit het gebied en bewoners en studenten samenwerken aan talentontwikkeling. De Veldacademie is een kenniswerkplaats voor stedelijke ontwikkeling. Heb de hele nacht lage dromen. Van je stem, van je mond, van je lijf en je kont en de dekens op de grond. Ik studeer af bij de Veldacademie. Dat zit hier op Schaarloos, waar we op dit moment zijn. De Veldacademie doet in opdracht van de gemeente Rotterdam onderzoek in verschillende wijken. Het bijzondere aan deze opdracht is dat we direct met de bewoners uit de wijk praten en te horen krijgen wat voor verbeterpunten zij zelf tegenkomen in hun wijk. Er moet een groot plan komen voor Zuid, want op Zuid blijft de nieuwe economie achter. In ons nieuwe verhaal voor de stad over de nieuwe economie is één van de vijf transitiepaden de nieuwe samenleving. En die moet zo inclusief mogelijk zijn. En we voegen dus een nieuwe beroepsgroep toe. En met die beroepsgroep komt er een hele nieuwe wind waaien. De natuur komt de stad in. Mensen groeten elkaar weer. Kinderen kunnen gezond opgroeien. Spelen gemiddeld 10 uur per week meer buiten. Scholen kunnen heel makkelijk natuurlessen aanbieden. Kun je koppelen met volkstuiners. Samenwerken. Dus door die tuinman. Dus dat voegen we toe. Een tuinman.